Ja? In de kooi, wat vond je ervan? Ja, het is denk ik een keer wat anders. Normaal zie je ze aan de hand. Nu zie je ze losbewegen. En aan de hand hebben ze ondersteuning. Nu zie je ze, dan moet je van nature moet het zelf doen. Ja? Het is een beetje verstaanbaar. Ik hoop het. Horen jullie het, jongens? Anders doe ik even iets dichterbij. Ik zit hier naast Harco Naats. En wat vond u vanavond van de avond? Een goede avond. We hebben, de eerste keer heb ik er ook het experiment gezien. En paarden mooi rustig. Ik kon ze goed beoordelen. Het is heel anders aan de hand zo? Ja, het is heel anders. Maar in de ring moet je nog even op elkaar ingespeeld zijn. Maar dan, je moet ook bedenken, de paarden zijn niet erop getraind. Nee. Dus ze komen voor de eerste keer, als je dit gaat invoeren, dan gaan de mensen thuis trainen en dan heb je nog een beter beeld. Ja, dus je vindt het een goed idee? Het lijkt mij het proberen waard. Okay, mooi, leuk, dankjewel. Oké. Okay. Nee, wat ik ook wel doen? Ah, op de vlog? Op de vlog moet ik...
Wat vond je van deze avond? Ja, neem het mee. Ik heb positieve dingen gezien en ook het is wel om het een beetje laten bezinken. Beetje hard praten hoor, want de microfoons zijn niet meer. We moeten een beetje laten bezinken thuis en ik zie wel mooie dingen ervan en goede dingen ervan. En ook even allemaal eens een keer door praten. Dus het is een wel een geslaagde avond. Oké, mooi. Ja? Nou, dankjewel. Goed zo. Harry, wat vond je van de avond? Ik vond het heel positief. Ik vind het een hele goede... goede selectie om zo paarden te selecteren. Je ziet mooi de natuurlijke manier van bewegen, goed vanuit het achterbeen lopen. Dan kun je zo heel goed beoordelen of een paard echt zelf houding houdt. Je ziet de reflexen met aanjagen, zie je goed. Ja, ik vind het goed. Ik zou dit gaan doen. 'S Ochtends eerst even op het straatje kijken of ze paarden correct zijn. Rustig manier heen en weer stappen. En dan daarna zo in de kooi laten losbewegen. Ik ben heel positief verrast. Nou, mooi.